De certificaten B die worden in principe afgeschaft en die gaan overgenomen worden door Friesland Foods. Ik heb begrepen dat de helft contant uitbetaald wordt en de helft op obligaties op naam gezet wordt. Om hoeveel geld gaat dat en uit welk vermogen wordt dit betaald? Ja, daar staan een paar misverstanden die u noemt. Ten eerste, er moet geen misverstand zijn. De structuurwijziging bij Friesland Foods heeft niks te maken met de fusie. Het is een andere discussie en ook een Friesland Foods discussie. Komt nu samen, omdat we op hetzelfde moment, maar deze discussie binnen Friesland Foods zijn we een jaar geleden al begonnen. En willen we nu ook afronden in 7 mei. Nou, wat de inhoud daarvan is dat we inderdaad de B-certificaten willen intrekken. Dat gaat dan om een intrekkingsprijs van 106 euro. En we hebben ruim 4 miljoen B-certificaten, dus dat is ruim 400 miljoen euro. U stelt, daar wordt de helft van uitgekeerd en de helft wordt obligaties omgezet. Nou, die constatering die willen wij niet doen. Wij willen heel sterk benadrukken dat het wij van voorstander zijn dat leden ook mee blijven participeren in de onderneming. Dus wij geven daar op die obligaties ook een marktconforme rente, een basis met een opslag van 2,5%, die aantrekkelijk genoeg en voldoende zou kunnen zijn voor financiële participanten. Dus we hebben wel een maximum grens ingelegd van 50%. Dus er kan niet meer dan 50% van het bedrag wat er in B-certificaten wordt ingetrokken, kan in contanten worden uitgekeerd. Maar natuurlijk hopen wij dat, dat er meer binnen de onderneming blijft. Dat is alleen goed voor ons allemaal. Wordt deze hele kwestie afgerond voor de fusie? Dus komt het uit het Friesland Foods vermogen? Of komt het uit het gezamenlijke vermogen? Dus moeten de Campina melkveehouders ook hier aan bijdragen? Nee, deze besluitvorming vindt wel 7 mei plaats. Maar die vindt plaats, de intrekking vindt plaats voor de fusie. Dus het gaat ten laste van het vermogen van Friesland Foods. Maar we hebben dit wel meegenomen in de waardering. Dus dit was allemaal bekend en is wel meegenomen in de waardering die we hebben gedaan. Nou ja, ik hoorde de quote, de afstemming. Dus als dit afgestemd wordt binnen Friesland Foods, dan heeft dat geen effect op de fusie. Ja, daar kan ik niet te veel mee, want zit er nog een behoorlijk gat in de begroting. Wat bedoelt u? Nou, als die aandelen B dus niet uitbetaald gaan worden, maar ze blijven bij de leden. Ja, dan heeft u toch wel een probleem, denk ik. Sowieso qua zeggenschap, maar ook qua financiering. Nou, ik denk dat u allemaal dingen door elkaar haalt die niet, halen die niet terecht zijn. Er zit geen enkel zeggenschap op een B-certificaat. De aandelen A en B zijn eigendom van een coöperatie. En in de coöperatie zit een zeggenschap. Dus het is een foutieve veronderstelling dat er zeggenschap gekoppeld is aan de B-certificaat. En dat er een gat in het vermogen zou zijn, is ook denk ik niet terecht. Want als ze niet worden ingetrokken, blijven ze gestaan en hebben ze een waarde die ze nu ook al hebben. Kortom, dat is geen struikelblok. Het hoeft geen struikelblok te zijn.